Een van de vele processen tegen twee leden van motoclub Satudara. Dit keer voor de rechtbank in Almelo. De verdenking, afpersing en uitbuiting van twee vrouwen. Van de aanvankelijke beschuldigingen bleef weinig overeind. En ik merk daarbij op dat het in ieder geval in mijn ogen zo is dat verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het uitbuiten van kwetsbare vrouwen. Ze hebben misbruik gemaakt van zeer kwetsbare vrouwen, zoals ik al heb gezegd. Alleenstaande moeders met multiproblematiek, eigenlijk op alle gebieden van het leven hadden deze vrouwen problemen. Die er zelfs met hulpverlening al nauwelijks in konden slagen om in balans te komen en in de balans te blijven. Ze hebben geworsteld met de financiën, hun schulden, maar ook met eenvoudige zaken zoals de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. En ook met hun eigen gezondheid en welzijn. Toch kwam justitie voor de twee verdachten met forse celstrafeisen. Dat alles bij elkaar optellende en tegen elkaar afwegende, ben ik van mening dat een gevangenisstraf zou moeten worden opgelegd, want dat is in ieder geval mijn eis, voor de duur van 28 maanden, met aftrek van de tijd die hij heeft doorgebracht tijdens de voorlopige hechtenis. Voor meneer geldt een minder aantal feiten uiteraard en rekening houden met artikel 63, vind ik dat voor hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden aan de orde is. Justitie denkt dat deze vrouwen die meerderjarig zijn, niet onder curatele staan, anderszins even min krankzinnig zijn. Ze denken toch dat ze het beter weten dan deze vrouwen zelf. Tegen de zin van deze vrouwen in, terwijl deze vrouwen zelfs bescherming zoeken tegen de politie, bij ook ons, denkt justitie het allemaal beter te weten, beter dan deze volwassen mensen. Heel apart. Ja, wat vindt u van deze eisen? Nou ja, ik vind van de kant van justitie is dit wat mij betreft een politiek proces.